Is dit account de grootste nachtmerrie van BN'ers? Er worden steeds meer en meer BN'ers ontmaskerd om hun nepdesignertassen, spullen en nepvolgers. Wij vertellen je welke BN'ers allemaal het slachtoffer zijn geworden van dit gevreesde Instagram-account. Via Insta kijken we makkelijk mee in het leven van BN'ers. Maar houden ze er ook rekening mee dat ze ook makkelijk ontmaskerd kunnen worden met hun fake designertassen? We gaan er meestal van uit dat wat we zien echt is. En je zou ook verwachten dat de meeste BN'ers zich wel echte designerspullen kunnen veroorloven. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Wij doken onder in de wereld van fake designer fashion en kwamen erachter dat BN'ers en andere celebrities hier vaker voor kiezen dan je dacht. Natuurlijk zijn echte designertassen, kleding en sieraden flink prijzig. Maar daar krijg je dan ook een item voor met de naam als Louis Vuitton of Gucci. Daar komt bij dat deze spullen van zeer hoge kwaliteit zijn en dat je er altijd goed mee voor de dag komt. Wie zich dit niet kan veroorloven, gaat tegenwoordig voor het alternatief van fake design. Maar doen BN'ers dit dan ook? En welke BN'ers worden vaak gezien met fake designertassen? Het Insta-account The Fake Birkin Slayer ontmaskert BN'ers die foto's posten van hun fake designer items. Veel mensen beseffen het niet, maar met het kopen van fake designer items ontneem je de echte ontwerpers hun inkomen. Merkproducten worden beschermd door het merkrecht. En dat betekent dat het strafbaar is om logo's en vormen van artikelen na te maken en te verkopen. In Nederland is het niet strafbaar als je zo'n fake designer tas of kleding koopt. Maar verkopen is dus wel illegaal. Dat is ook in Amerika zo. Maar daar loop je zelfs risico als je als persoon dergelijke spullen koopt. Vragen in Nederland BN'ers regelmatig fake designer tassen en kleding? Die kans is groot, want dit gebeurt tegenwoordig namelijk overal. In Amerika is de serie Real Housewives enorm populair. Veel van de sterren staan erom bekend dat ze vaak betrapt worden met fake designer items. Zo werd Real Housewives of Salt Lake City ster Jen Shah opeens waanzinnig populair toen bleek dat ze schuldig werd bevonden aan fraude. Maar nu is ze in het nieuws omdat er in haar huis meer dan 30 luxe nepmerkhandtassen werden gevonden. Het waren namaken van onder andere Valentino, Fendi en Gucci. Ook had ze nepjuwelen in bezit die moesten lijken op Dior en Tiffany & Co. Het was het Instagram-account The Real Bad Fashions dat hierachter was gekomen. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat BN'ers en andere celebrities dit soort nepdesignerspullen aanschaffen. Deze mensen lopen vaak te koop met hun rijkdom. Maar dan kiezen ze toch voor goedkopere nepmerken voor hun kleding, schoenen, sieraden en tassen. Ze proberen blijkbaar, net als het gewone volk, goedkoper uit te zijn. Soms kan het ook gebeuren dat je per ongeluk een fake designer item koopt. Lil Baby, een bekende Amerikaanse rapper, ging in 2021 voor het eerst naar een Met Gala. Hij had een prachtig pak aan, ontworpen door Coach. Mooi afgewerkt met glimmende broches. Lil Baby wilde zijn look afmaken met een originele Patek Philippine Nautilus 40th Anniversary Editie. Hij was zo trots op dit prachtige horloge dat hij het op Instagram zette, met daarbij het prijskaartje van $400.000. Alleen keek ook het Instagram-account FakeWatchBuster mee. En die wees de rapper erop dat hij een fake had gekocht. Dat is nog eens een dure vergissing. Maar wat nou als je bewust kiest voor fake? De meest gekopieerde merken zijn bijvoorbeeld Prada, YSL, Dior, Gucci en Louis Vuitton. Je kunt deze fake items online kopen of zelfs op de markt. En ze zijn veel goedkoper dan de originele. Ook BN'ers gaan dus toch al eens voor deze fakes. Instagram-account The Fake Birkin Slayer bekijkt posts van BN'ers om te zien of hun designerspullen wel van het echte merk afkomstig zijn. Zo werd Maria Taylor, die bekend is van The Real Housewives of Amsterdam, ontmaskerd met haar fake designertas die van Hermès zou zijn. Onder de foto staat: waar heb je deze tas vandaan? Ook Yvonne Kolderweijer is benieuwd en zet deze foto op haar kanaal. Maria reageert op het bericht en geeft aan dat de tas wel degelijk echt is. Ze zou zelfs een bonnetje willen laten zien, maar zegt dat ze die niet heeft. Ze heeft de tas gekregen, beweert ze. Daarna stuurt ze wel een ander bonnetje dat uit de Hermès winkel afkomstig is. Van mijn laatste aankoop: ik koop ze gewoon in de PC bij Hermès, is haar weerwoord. Er zijn ook mensen die vinden dat BN'ers moeten worden aangepakt voor het posten van foto's met al die fake designertassen, horloges en kleding. Ze doen alsof ze bergen met geld te besteden hebben
En dat blijkt allemaal nep. Zo maken ze jongeren het hoofd op hol. Waar het verschijnsel van fake ook voorkomt, is onder de volgers op mediakanalen. De fake-volger. Wanneer je een YouTube of Instagram account hebt, is het van belang dat je zoveel mogelijk volgers hebt. Maar tegenwoordig kan je ook heel makkelijk meer volgers kopen. En vaak zijn die nep. Tactiek besloot de volgers van de Instagram accounts van BN'ers eens onder de loep te nemen. En kwam erachter dat er heel wat zijn die nepvolgers hebben. De BN'er die het hoogste percentage nepvolgers had, bleek Yvonne Coldewaier te zijn. Inmiddels heeft zij hier actie op ondernomen. Door haar kanaal te privatiseren. Ze vindt het zelf ook heel vervelend dat er nepvolgers zijn, omdat het schadelijk is voor je kanaal. Het kan trouwens ook goed zijn dat het niet allemaal nepvolgers zijn, maar gewoon inactieve volgers. Toch blijkt het zo te zijn dat bij grote accounts vaak zo'n 20-30% van de volgers nep is. Na Yvonne Coldewaier hadden Audrey Gulse, Jeremy Jongejan, Sylvia Geersen en Teske Schepper de meeste nepvolgers. Het verschijnsel van fake komt tegenwoordig steeds meer voor. Van fake merkkleding, schoenen en tassen tot nepnieuws, fake afbeeldingen die door AI zijn gemaakt en fake volgers. Het kan verstandig zijn om eerst eens goed na te gaan of wat je ziet wel echt is. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over BN'ers? Abonneer je dan op dit kanaal.